op maandagmorgen gaan we altijd rond dit tijdstip naar Theater Café Megissa is daar. Goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt een drukke week, hè? Ja, we hebben alweer een volle week. En ik hoorde net Rutja Kort ook bij jullie. Ja. En ja, zij staat volgende week ook bij ons. Ja, deze week, maar zaterdag 21 maart. Ja, de 21ste. Ja. Gaat ze het morgen zeer zeker over hebben. En als je morgen luistert, dan hoor je wat je te wachten kan staan. Op die dag in Kaf in Almere. Maar eerst even deze week. Ja, donderdag. Donderdag 12 maart starten we met The Sound of the Blues in Americana. Nou, dit is een muziekvoorstelling met Johan Derksen. Die presenteert en hij heeft ook de artiesten uitgezocht. Die, hij gaat zelf niet zingen, hè, hoop ik. Nee. Hij gaat zelf niet zingen, maar hij praat het avondje wel mooi aan elkaar. En hij heeft zijn best gedaan om twee Amerikaanse artiesten naar Nederland te halen die de muziekgenre goed kunnen vertolken. Het gaat om Malford Milligan uit Austin en Di Reed uit Houston, die al beide heel veel ervaring hebben in de muziek. Ja, is het heel raar als ik ze niet ken? Nee, het is niet heel raar als jullie kennen. Ze hebben beide in bandjes gespeeld. En die Di Reed die heeft ook als achtergrondzangeres gezongen bij Stevie Wonder bijvoorbeeld. Oh, oké. Ze zijn niet hele grote zangers, maar ze hebben wel veel gedaan. En ze weten dat in ieder geval goed te vertolken. Oké. Okay. En dus Johan Derksen die praat de hele avond aan elkaar. En als je sowieso van ouderwetse Amerikaanse blues houdt, dan ga je genieten. En als je ook nog van Johan Derksen houdt natuurlijk. Ja, ja. Daar houden wij van. Ja, je moet hem alleen niks vragen over voetbal. Nee. Gaat hij los. Goed. Dan vrijdag de 13e, een bijzondere voorstelling. Als we de titel alleen al bekijken. Ja, dit jaar vieren we natuurlijk 75-jarige bevrijding. Ja. En dit is een mooie voorstelling. Anne Frank, Words from the Shadows. Die daar wel bij past. Mm-hmm. Het is een balletvoorstelling dat het verhaal vertelt van Anne's vader. Hij was natuurlijk de enige die overleefde. Ja, Otto is dat volgens mij toch? Ja. Ja. Juist, ja. En hij keerde na de bevrijding ook weer terug naar het achterhuis. En daar ontving hij dan het dagboek van Anne Frank. Maar hij ontdekte daar ook kanten van persoonlijkheden die hij niet had verwacht. En de voorstelling wordt gedanst door de Imperfect Dancers Company. En dat zijn hele energieke, atletische en intens fysieke dansers. Die zien echt prachtig uit. Ik moedig je ook aan om even op de site te kijken naar de trailer. Want dan kan je een beetje zien wat je kan verwachten. Zeker. Er zijn nog kaarten voor, dus ga dat zeker zien. Oké. Okay. En tegelijkertijd is er ook een jeugdvoorstelling volgens mij, hè, bij jullie. Dat is geannuleerd, toch? Ja. Wat zei je? Keihard. Keihard. Sommige voorstellingen, als ze niet worden vanuit de producenten geannuleerd. En dat is voor dit het geval dan. Oké. Okay, maar er is wel een andere leuke voorstelling voor jeugd. Zondag 15 maart hebben we de Griezelbus on Tour. Ja. En, van Paul van Loon, hè? Ja, Paul van Loon. Ik denk dat iedereen wel bekend is met zijn boeken. Ja. En tijdens de Griezelbus on Tour, dan kan je ook echt een kijkje nemen in de Griezelbus. Die staat dan hier voor het theater. Dus mag je naar binnen. En het is heel erg swingend met muziek. En ook natuurlijk de spannende verhalen. Mix van al zijn boeken dan. Ja. En daarnaast is Paul van Loon ook aanwezig. En kun je dus de boeken kopen. En signeert hij die in met hem op de foto. Ja. Dus dat is ook heel erg leuk. Leuke man is dat, Paul van Loon. Oftewel Onno Val. Aanstaande vrijdag, Dominique Seldes. Ja, Dominique Seldes. Is zaterdag. Zaterdag. Oh, sorry, zaterdag. Ja. Zaterdag zet hij hier. Ja. Ik denk dat hij wel voor de meeste bekend is. Of het een beetje gezicht is van Maestro. Van klassieke muziek, door het tv-programma Maestro. Hij was een jurylid in. En hij is aanvoerder van de contrabassen in het Koninklijk Concertgebouw Orkest. En met zijn voorstelling Music Maestro brengt hij hele bekende klassieke muziekstukken. Maar ook jazz en bijvoorbeeld ook filmmuziek. En het leuke is dat er één geluksvogel uit het publiek wordt gehaald die als dirigent mag gaan. Oh, die mag even de baton vasthouden. Juist, ja. Oh, lijkt me zo leuk. Extraatje. Dat is moeilijk, hoor. Ja, lijkt me ook. Dat is echt moeilijk. Je moet het orkest altijd een fractie voorblijven. Maar je moet ook niet te snel gaan. Want anders wordt het natuurlijk een enorme sneltrein. Ik zou dat zo graag willen. Ik heb het een keer gedaan. Het was in een andere plaats dan. Was er ook voor het goede doel. Was er een soort van maestro. Ja. En kreeg ik ook het jeugdsymfonieorkest kreeg ik voor me.
En dan gewoon heel simpel de Radetzky-mars. Maar voordat je het weet, dan zit je... Heel simpel, dat is niet simpel hoor. Nee, maar voordat je het weet zit je in een soort van sneltrein. Dat je denkt van, rust. Nee, het is gewoon wat apart. Ja, erg leuk om te doen ook. Ja, hey, en over leuke muziek gesproken. Diezelfde zaterdag staat er trouwens een winnaar bij jullie, hè? Ja, Ruud Hermans, die won The Voice Senior vorig jaar. Ja. En ik kan me nog herinneren, volgens mij, dat ik hem bij jullie toen ook had aangekondigd. De dag dat hij in de verkoop ging. En deze week is het dan zover. Ja. En hij is natuurlijk ook bekend van de radio. In zijn voorstelling in Tech in Town. En hij zou samen met zijn band dan een aantal Amerikanen country klassiekers te horen brengen. En omdat hij natuurlijk ook radio-dj is geweest, heeft hij grote... country-iconen mogen interviewen in die tijd. En nou, daar is het wel leuk dat hij daarover kan vertellen tijdens zijn voorstelling. Absoluut ook. Hij was ook bij ons een tijdje geleden. Het is een hele leuke, aardige. En iemand die het allemaal erg waardeert dat hij weer muziek mag maken. En dat moet je hebben. Ja, okay. Mooi. Ja, zeker. Goed. Nou, dat was het dan weer. Oké. Okay. Hele programma staat ook op kaf.nl. Megissa, tot volgende week, hè? Oké, tot volgende week.